Ja, dan laten we eens wagen aan de voorspelling voor de ster. Dat is het laatste onderdeel van... de sterren voor de ster. De sterren voor de ster van Zwolle. Van deze show. Laten we beginnen bij jou... Ja, ik heb natuurlijk wel de nodige inside information. Ja. Ik heb heel wat ploegenvoorstellingen afgestruind. En een deel natuurlijk ook door Daan van den Berg, de eindredacteur. Ja. Dus ik heb wel goede informatie van wie binnen de ploegen getipt worden als mensen die echt idioot hard rijden. Jochem Hoekstra was er eigenlijk ook één van. Die zit in Taiwan. Maar ik hoor wel echt bizarre geluiden weer over Elmar Reinders. Die schijnt nog harder te rijden dan vorig jaar. Winnaar van vorig jaar? Ja, en toen was hij ook al outstanding. Ik heb ook wel een nieuwtje over hem. Hij behoort nu officieel tot de Club 500. Ik weet niet of je weet wat dat betekent. Ik ken alleen de Club van 100. Maar de Club 500 is dus een select gezelschap aan Nederlandse renners... die dus in het quick-step-protocol, zo heet die inspanningstest... dus meer dan een uur, gewoon boven de 500 watt uittrapt. Ja. En dat is echt bizar veel. En hij is nu 76 kilo, dus die jongen moet... ook nu in de heuvels beter omhoog kunnen. Maar om terug te komen op de Ster van Zwolle... eigenlijk zeg ik intrinsiek Elmar Reinders. Maar gezien het feit dat iedereen op hem gaat letten... wordt het voor mij Jeff Vermeulen. Jeff Vermeulen? Ja. En waarom? Omdat iedereen op hem... Jeff was vorig jaar natuurlijk weer opnieuw begonnen. Ja. Reed toen ook al goed. Ja, ook rennen met een bijzonder verhaal. Ja, zeker een rennen met een bijzonder verhaal. Jaartje aan de kant. 2 jaar, dacht ik. Mentaal sterk, harde kop. En ik denk dat hij gaat profiteren van de favoriete rol van Reinders. Ja, zijn ploegmaten. Ja, en daardoor een beetje voordeel heeft dat Reinders hem niet eraf gaat rijden. En zelf sterk in de sprint. Zeer sterk, ja. En Stroetinga kan ook echt hard fietsen, hè? Ja, Stroetinga, in de foto die we van Vermeulen hebben... hier links zien we nog net. Ja. Stroetinga, ja. Kasteleins ook op de achtergrond. Ja. Vermeulen staat ook wel dik op dit moment. Dat is alleen maar goed, want hij moet met die kou om kunnen gaan. Ja. Ik denk dat hij er... Tom, hopen dat hij dan de eerste bergpunten overleeft. Ja, alleen maar bergen. Ja, precies. Nee. Juri? Zoals iedereen wel een beetje van mij gewend is, ga ik altijd voor jong talent. Daar hou ik me altijd wel mee bezig. Nou ja, vandaar dat je vorige week Tom Bonen koos. Ja, nee, daarom. Ik denk, dat doe ik 1 keer, maar dat doe ik ook niet weer. Nee, ik dacht eerlijk gezegd, jij zei gisteren, weet je wat, we houden het spannend voor elkaar. Geef alleen een naam, dan zeggen wij niks. Ik denk, dan zullen ze wel Elmar Reinders hebben gezegd, want die wilde ik eigenlijk pakken. Maar ik denk, ga ik toch voor een jong talent. Ja, niet alvast indekken. Wie heb je gekozen? Lucas Spengler. Dat is een renner van het BMC Development Team. Die heeft het voorbije jaar Parijs-Roubaix gewonnen voor belofte, absoluut. Ja, op de mooie wielenbaan. Wat minder publiek als begin april. Maar dat is een jongen die heel hard kan rijden. Is wel zijn eerste wedstrijd van het jaar. Maar goed, dat geldt praktisch voor iedereen die zaterdag start. Zal wel alleen aan moeten komen. Maar ik denk wel dat hij sterk genoeg is. Was vorig jaar uit mijn hoofd 37e. Ja. Op een minuutje. En ja, als je voor het BMC Development Team rijdt, dan kun je wel wat. Zeker als je Parijs-Roubaix in je achterzak hebt. Ja, nee, dat is statistisch gezien kansloos, hè? Want in de historie van de Ster van Zwolle is er volgens mij maar 1 buitenlandse winnaar ooit. En jij weet wie? Nee, dat weet ik niet. Maar vraag even Nick. Het is een Hollandse koers en er wordt gewoon door Hollanders gewonnen. Dus Lucas Spengler gaat niet aan te pas komen. Nou ja, dan moet toch ook mijn naam die ik noem. Zou aanvankelijk een Nederlander zijn. Bas Tietema uit Zwolle. Zijn thuiskoers, maar goed, hij zit langs de kant. Hij heeft de afgelopen week zijn sleutelbeen gebroken. Dus geen Bas Tietema. Maar wel zijn ploegmaat voorspelling. Dat is Nathan van Hooydonk. Neefje van de grote van Hooydonk. Afgelopen zondag werd hij nog tweede in Brussel-Opwijk. Ja. Dus Belgisch kampioen bij de belofte. Jonge gast nog. Rijdt snoeihard. En zal in ieder geval wel te zien gaan. Als ze die dijk maar goed verkend hebben dan. Hè? Ja, precies. De buitenlanders, want dat wordt er wel eens vergeten. Ja. Zeker als de wind een rol gaat spelen. Ja, absoluut. Ja. De kou en de regen gaat ook die rol spelen. Die ene buitenlandse winnaar is geen onbekende. Dat is Mark Wouters, Belg. Ja. En die is nu ploegleider bij Lotto. Ja, oud rouwbank renner ook. Oud ploeggenoot nog van jou? Nou, die was toen ik overkwam, 2006, ja, dat klopt. 2006 bij Rabo. Ja, nog. Ze samen met carrière afgesloten. Met Dekker ook dat jaar. Ja. Nou goed, we verheugen ons op de beelden. Die gaan we volgende week zien van de Ster. Ja, en waarschijnlijk ook met leuke dingetjes. Want ik ga in de ploegleiderswagen zitten bij zowel Adrie van Houwelingen met Robin Chagnol. De nieuwe ploegleider de bij debutant Metek. Bij Metek en oud-winnaar van de Ster in 2012. En daarna stap ik snel over bij Han van Old, die dan weer gillend en schreeuwend voor de GoPro... Dat is voor de finale zeker, of niet? Ja, een mooi filmpje gaat afleveren bij de winst van Jeff Vermeulen. Van Houwelingen is ook geen... Dat is ook een luxe om daar te mogen zitten. Geweldig ploegleider natuurlijk. Ja, fijn. Maar is hij net zo uitbundig als... Nee, die is ingetogen. Ja, Houwelingen is heel rustig. Houwelingen, dit is kopie-kopie.